De middelen binnen de begroting voor vuilophaal zijn niet toereikend voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS. Dit liet minister Gracia Emanuel vandaag weten tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2024. Het ministerie van ROS is belast met de vuilophaal- en reinigingsdiensten in alle districten, met uitzondering van Paramaribo. Emanuel zegt dat het bekend is dat vuilophaal niet optimaal wordt uitgevoerd, wat ernstige zorgen baart. Door de ontstaande situatie wordt er steeds een beroep gedaan op het ministerie van Openbare Werken. Stemmen we weer steeds af met het ministerie van OW om in te komen omdat de middelen binnen de begrotings niet toereikend zijn. Het ministerie zal in het dienstjaar 2024 zoveel als mogelijk met de beschikbare middelen de districten proberen te faciliteren. Emanuel zei ook dat in 2024 een verhoging van het honorarium van de traditionele gezagsdragers verwacht kan worden. De laatste keer dat deze groep een loonsverhoging kreeg was in het jaar 2022. Het was de bedoeling om dit verder aan te passen in het dienstjaar 2023. Maar het is niet gelukt vanwege de beperkte toegewezen middelen. Het ligt in de planning om het dit dienstjaar wel aan te passen. Vermeldenswaard is dat er in het dienstjaar 2023 wel gezorgd is voor een koopkrachtversterking. De middelen zijn reeds betaalbaar gesteld en moeten nog overgemaakt worden door het ministerie van Financiën. Zodra deze overmaking heeft plaatsgevonden, zal er toe over worden gegaan om de koopkrachtversterking te verwerken op de rekening van de dignitarissen. Minister Emanuel reageerde op vragen van leden van de Nationale Assemblée die tijdens de tweede voorgaande vergaderingen zijn gesteld.